Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend. Who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Dagteksten, dinsdag 9 april 2024. Ezechiël 18, vers 23. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet, spreekt God de Heer? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Denken jullie dat ik het toejuich als een slecht mens sterven moet, spreekt God de Heer? Nee, ik wil dat hij tot inkeer komt en in leven blijft. Ezechiël 18, vers 23. Het leerwoord gehaald uit Romeinen 6, vers 23. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere. Het loon dat de zonde geeft, is de dood. Maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heere. Romeinen 6, vers 23. Hemelse Heer en Heiland, lof, eer en glorie voor uw nooit volprezen naam. Niet alleen uw naam, Heer, maar uw wezen, uw liefde, alles van u. Dat u zelfs mensen die slecht zijn, wil redden. Dat ze tot inkeer komen om in leven te blijven. Wij danken u dat wij in u zo'n hoop mogen hebben. Zo'n vertrouwen dat u iedereen wil redden. Maar we weten, Heer, dat zonde niet is toegestaan. En we krijgen elke dag die genade om vergeving te vragen. Als we diep berouw tonen, wil u met ons gaan. Omdat u wilt dat ieder het eeuwig leven moet beërven. Zo brengen we bij u en ieder, Heer, in het bijzonder vandaag de oorlogsgebieden, overal in. Daar waar men in oorlog is. Daar waar men weet dat men verkeerd bezig is. We komen tot u, Heer. Red, genees, bevrijd. Geef wijsheid om te handelen volgens uw wet. Om te handelen volgens uw wet van liefde. Schenk, o Heer, die barmhartigheid, die nederigheid. Laat trots wijken, laat koppigheid wijken, laat wrok wijken in de naam van Koning Jezus. Wij vragen u om met uw geest ons niet alleen te vervullen, maar om elke plek waar er oorlog is, te doordringen met uw geest van liefde. Dat ze mogen weten dat ze zijn aangeraakt door niemand anders dan u. Omdat u sterker bent dan de vijand. Omdat u sterker bent dan de dood. Vader, en zo willen we voor uw troon van genade brengen. Elk een die om welke reden dan ook piekert. Zich zorgen maakt. Dat ze bij u mogen brengen. En of ze nou verkeerd of verkeerd zijn of verkeerd beoordeeld zijn. Ze mogen het bij u brengen. En u geeft oplossingen. U gaat overal, o Heer. Ook al hebben we soms het gevoel dat we aan de verliezende kant staan. Met u zijn we meer dan overwinnaars. U bent het altijd die wegen voor ons opent, die wijsheid schenkt, die oplossingen biedt. Dat willen we ook doorgeven aan de bedroefden, aan de radelozen, de zieken. Vader, en ieder die niet weet hoe ze om moeten gaan met een gerezen situatie. Alles mogen we bij u brengen. U alleen kan helpen. U alleen. Omdat wij het hebben ervaren. En omdat wij weten hoe krachtig u optreedt. Hoe krachtig u redt, o Heer. Wanneer wij het gevoel hebben dat wij het hebben geklaard. Dan was u het. Die zonder ophouden aan de gang geweest bent voor ons. En daarom dat wij en ieder willen vragen, vertrouw op de Heer. Steun niet op eigen inzichten. Maar we hebben een Heer
die voor ons is opgestaan, die ons bewezen heeft dat Hij alles voor ons over heeft. Vertrouw Hem. Hij is het alleen met wie wij kunnen gaan en staan. En we danken U dat wij zo de jarigen en vierenden, elk één, wat ze te vieren hebben, Heer, dat ze het bij U mogen brengen om zo genade op genade te ontvangen, maar bovenal zegeningen die Gij ons allen geeft, elke dag, elk uur, elk ogenblik, en ons ook toestaat dat we in Uw naam de zegen mogen, kanalen van zegen mogen zijn. In Uw naam. Gaat U zo met ons als wij onze agenda bij U laten en als wij U vragen om ons bij te staan, ook deze dag. In de naam van Koning Jezus. Amen, ja, amen. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger.